Wist je dat men in China voor het versturen van bepaalde pakketten gebruik maakt van drones? En wist je dat het aantal pakketten dat jaarlijks wordt verstuurd met 10% stijgt? Nou, ik ga eens kijken waar ik mijn pakketje heen ga sturen. Ik denk Canada. André, jaarlijks worden er enorm veel pakketjes verstuurd en dat blijft maar stijgen. Hoe komt dat, denk je? Nou, steeds meer mensen verkopen hun tweedehands spullen op marktplaats.nl. Dus daar heb je een toename van pakketten. Maar ook een enorme groei in online verkopen. Er komen steeds meer webshops. Vanaf 2010 tot 2014 is het aantal pakketten gegroeid van 100 miljoen per jaar naar 200 miljoen per jaar. En dat komt allemaal door de webshops. Stel je voor, ik wil een pakketje versturen. Hoe kan ik dat dan het beste aanpakken? Als je als consument een pakje wil versturen, dan is het natuurlijk nog het meest logische om naar het postkantoor te gaan. Maar ben jij een bedrijf of bijvoorbeeld een webshop en moet je vaker pakketjes versturen, dan zijn er aardig wat meer opties waar je aan kunt denken. Zo kun je je pakketje thuis op laten halen in plaats van dat je hem weg moet brengen naar het postkantoor. Wil je bijvoorbeeld dat hij op een bepaalde tijd aankomt als hij naar het buitenland wordt verstuurd? Want daar zit een enorm verschil in met een pakketje wat via het postkantoor gaat. En er zijn ook veel meer opties, hè, met track and trace, een e-mail naar de ontvanger, noem het allemaal op. En dat weten heel veel mensen inderdaad niet. Er zijn, zoals je al zegt, heel veel opties. Hoe weet je nou wat voor vervoerder je moet kiezen? Dat kun je online uitzoeken op websites zoals gcargo.com bijvoorbeeld. Je kunt op basis van je afmeting, je gewicht, maar ook je bestemming zelf zien wat er allemaal te kopen is in de markt. Welke vervoerder iets doet, tegen welk tarief, maar ook vooral tegen welke looptijd. En, zoals ik al zei, tegen welke voorwaarden. Is je pakketje bijvoorbeeld onderweg wel verzekerd of niet? Dat is toch wel belangrijk als je breekbare spullen verstuurt. Wat kan er dan fout gaan onderweg? Kun je wat voorbeelden noemen? Nou, je kunt je voorstellen dat een pakketje wordt opgehaald door een chauffeur. Die neemt hem in zijn handen, legt hem in zijn bestelwagen samen met 150 andere pakketjes die dag. Rijdt hij naar een sorteercentrum. Daar gaat het pakketje op een lopende band de hoogte in. Hij gaat van een enorme glijbaan naar beneden en botst tegen andere pakketjes aan. En wordt hij gescand, gesorteerd, nagewogen. 'S Nachts gaat hij vanuit het sorteercentrum in een hele grote vrachtwagen samen met 100.000 andere pakketjes naar het sorteercentrum van de plaats van bestemming. Daar wordt hij nog een keertje over die lopende band naar boven gestuurd. Om uiteindelijk in die vrachtwagen te komen van die chauffeur die hem af gaat leveren bij jou. Jij hebt iets besteld online en hier is je pakketje make-up. Dat pakket maakt een enorme lange reis en dan kan er onderweg wel eens wat gebeuren. Hey Koen, jij verkoopt auto-onderdelen, hè? Die moet je natuurlijk ook allemaal versturen. Waar ben je nu mee bezig? Nou, dit is een pakketje dat gaat naar Engeland voor een Engelse klant van mij. Waarom is het nou belangrijk voor jou om het keus te hebben uit verschillende couriers? Dat is heel belangrijk, want we hebben verschillende soorten onderdelen. Heel kwetsbaar, wat steviger, fragiel. Dus het is wel prettig als je kunt selecteren op de courier die je gebruikt. Is het tegenwoordig nou anders om dingen te versturen, bijvoorbeeld voor zo'n kleine ondernemer hè, als jij, dan vroeger? Dat was vroeger wel echt een groot probleem. Dan moest je gaan rondbellen en dan moest je je eigen netwerkje opbellen. En tegenwoordig met internet is dat een stuk makkelijker. Je hebt websites waar je je vraag kunt stellen en dan krijg je een heel groot aanbod aan couriers. En dat is heel prettig. Hey, en hoe moeten we dit gaan inpakken? Nou, dit is niet zo heel erg kwetsbaar, dus hier gaat een beetje piepschuim bij. De doos gaat dicht en dan kan die weg. Oké, nou laten we aan het werk gaan, hè? Ja. Zo. Goedemiddag. Zo. Jij kon het pakketje ophalen, neem ik aan. Relaxed. Ik denk dat ik met hem mee ga, want... Ik ben wel ondertussen benieuwd waar je deze gaat afleveren. Ik dacht in Engeland. Oh, relaxed. Nou, ik ga met jou mee.